Rudy en Marloes. De eerste keer dat we het bij je volk openmaken dit jaar. Niet de aangepaste bloedruimte gebruikt. En tot nu toe heb ik nog geen druppel voer gezien. Dus ja, misschien komen we dat tegen dadelijk. Maar anders staan ze echt op het punt van verhongeren. Er is ook nog heel weinig broed. Ja, er komt nu broed. 2, 4, 6 ramen. Laat ik deze erin. Het eerste raam. Dan hebben we hier broed. Nog steeds geen voer. Wel larfjes. Dus koningin is nog wel aan de leg. Toen was het een paar dagen geleden nog wel. Het kan natuurlijk zijn dat we net op tijd komen. Aan broed tot in de hoek eitjes, dus een 100% belegd raam. Heel rustig volk. Dat wisten we nog van vorig jaar. Dus heb ik heel laat in het jaar een behandeling gegeven, waar overigens heel weinig mijten door gevallen zijn. Ook weer 100% broedraam. Daar hebben we er nu 3 van. Want dit is nummer 4. Nog steeds geen voer. Geen druppel voer. Ik ga me echt zorgen maken. Zo'n jaar is het, hè? Recordtemperaturen, maar geen vlieg meer. Dus die bijen die ontwikkelen zich als een gek. Kijk, geen druppel voer. Helemaal lege raad. Dan is er nog één raampje waar wat voer op kan zitten. En dat is deze. En daar zit geen druppel op. Dus hoe het mogelijk is dat deze nog leven is mijn raadsel. Deze krijgen direct voer. En deze haal ik eruit trouwens. Dat vind ik een heel lelijke raad. Deze kan ik mooi snijden. Ja, dit wordt mijn darrenraad. Hoppakee. Ach, mijn mesje is niet wijpen. Ideaal om slechte raten te vernieuwen. Je kan het allemaal mooi zelf uitbouwen, als ze tenminste wat eten krijgen. Dat krijgen ze nu van me. Zo. Zo. Ja. Rooster plaatsen. Dit volk zou veel sterker zijn geweest als ze voldoende voer hadden gehad. Het is echt een fout van de imker. We hebben gewoon te weinig gehad. Ja, soms ontglip je een volk een beetje. Ik krijg 2 natte honingkuipers. Dus daar zit in ieder geval, kijk, nat. Dus daar zit altijd nog een beetje honing in. Dat is te weinig, dus ik zet er ook nog een voerbak op. En dan krijgt ze een pak fondant van me. Fondant kun je ook prima voeren als er een voerbak op staat. Dat slaan ze nooit op. Nou, dan hebben we deze net aangered.